Zaterdagnacht was het de nacht van de nacht, met als doel de lichtvervuiling onder de aandacht te brengen. Wat brengen jullie aan de man? Wij brengen vooral kennis aan de man. Het is namelijk vandaag de nacht van de nacht. En daar willen wij aandacht vragen voor de oververlichting die er is. Er is namelijk veel te veel licht in de avond en de nacht. En dat veel te veel licht is heel erg ongezond voor mens en dier. Dieren raken helemaal in de war, want die zijn gewend in het donker te leven. Heel veel nachtdieren, vlinders, egels, uilen. En die raken in de war van al dat licht. En dat is niet goed, dan kunnen ze hun voedsel niet goed vinden. En hun hele systeem raakt eigenlijk in de war door te veel licht. We zijn nu hier bij Nacht van de Nacht en daar zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk lampjes aandoen. Dus bij ons thuis doen we de tuinverlichting niet aan. En ook zo binnen zo min mogelijk. Ja. Waarom is dat eigenlijk dat die lampjes niet aan mogen? Omdat dat lampjes zijn niet goed voor de dieren en dan hebben ze een nachtje extra rust. Ik ga maar op de polster te richten, maar dat ik zie niet. Ik ga het wel doen, ja. Ik ben maar aan het doen. Het IVN heeft een prachtige wandeltocht uitgezet in de Gravenallee. En daar kunnen volwassenen en kinderen allerlei leuke opdrachten doen. Met zintuigen, er wordt aandacht geschonken aan nachtvlinders. En een prachtige wandeling en een huifkarretocht staat ook nog op het programma. In het donker natuurlijk. En dat is natuurlijk wel heel erg speciaal. We weten het straks ook. Ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dus je mag ook niet lachen. Nee, je mag niet bewegen. Waar ik ook doe, dat is nachtvlinders. En dat doe ik ook vaak thuis. Ik woon gewoon op Schelvorst, midden op de Drakenstein. En dan hebben we een klein tuintje achter thuis, 6x6. En dan zetten we dat laken ook regelmatig op de zomeravonden. En dan kun je makkelijk tot 60 vlinders op een avond pakken. Verschillende soorten nachtvlinders. Het is natuurlijk ook niet zo erg zuinig, hè, qua energie. Zeker in deze tijd. Hè, eigenlijk moeten we altijd al zuinig zijn met energie. Maar nu helemaal. Daar moeten we echt veel meer aan denken. En dat kan ook. Er kan veel meer licht uit. We hebben gewoon in huis en buitenshuis veel te veel licht aan.